en welkom bij weer een nieuwe tekenles. En dit is mijn allereerste voetbaltekening. Het woordje goal gaan we maken in zo'n doel dus. En die letters moeten er helemaal uitknallen en we tekenen daar ook wat gras in en een echte horizon. Opzet is eenvoudig, want we beginnen eerst met het tekenen van die doelpalen. En de bovenste lat natuurlijk. En het beste kun je hiervoor een liniaal even gebruiken. En verder gebruik ik gewoon een grafietpotlood. Oké, dit is dus dat doel. En daaraan vast zitten altijd van die achterste latten die dat net, zeg maar, een beetje bol of hol houden, zeg maar. Dus die teken ik er ook alvast in. En het eerste wat ik nu ga doen, is het tekenen van een cirkeltje. En dat cirkeltje is dan 3 centimeter groot. Ik gebruik hiervoor een passer, maar je kunt ook de onderkant van een glaasje of iets gebruiken natuurlijk. Dus, een bolletje van 3 centimeter in doorsnee. Dan kun je verder vervolgen met je potlood, maar ik pak gelijk even een fineliner. En dan trek ik dus die voetbal over, die lijn. En dat is tevens de binnenkant van de letter O van het woordje goal. Dus ik ga nou een beetje graffiti-achtige letters maken. Dus vast aan die O zit de letter A. En ik doe het gewoon uit de losse hand. Het komt ook niet heel precies dat je hem precies zus of zo tekent. Als die letters maar aan elkaar vastzitten. Alleen bij de L moet je even het pootje hol maken. Want daar komt dan de punt in van dat uitroepteken. Dus die teken ik hier, dus bovenop dat puntje. Oké, nu nog de letter G, dus even tricky. Ik teken de binnenkant van de letter G, dus met dat pootje naar binnen zo. En dan trek ik daar omheen helemaal de lijn af voor het lettertje G, zeg maar. Dus wat ik nu heb staan is al het woord goal. Hier teken ik 2 grasjes die dus aan die doelpalen, die daaromheen groeien eigenlijk. En dan trek ik dus mijn potloodlijn na met die fineliner. Je kunt hiervoor een liniaal gebruiken of gewoon uit de losse hand. Om dat graffiti effect te bereiken, trek ik nu een lijn om het hele woordje goal heen. Gewoon dus net langs die letters op. En dan hier eigenlijk van die spetterstrepen. Wat een beetje moet uitdrukken, net als in een cartoon van bam, goal. Dan maak ik hem hier af, zo met een krul. Hier die achterste latten. Die netophouders, zeg maar. En dan een schuine streep. Dus je tekent die schuin erin en dan achter dat woord langs. En hier dan ook schuin zo naar beneden. En dan kun je die zo aan elkaar verbinden. Dus dan krijg je zo echt een hol doel. En dan ga je achter die letters door allemaal kruisjes erin tekenen. Dus gewoon lijnen en daar weer lijntjes dwars doorheen. Ik heb het even versneld, want het was erg saai om te zien. Maar het zijn dus gewoon allemaal blokjes van dat net. Zo.
Nou wordt leuk, want dan gaan we die voetbal tekenen. En ik begin met een vijfhoekig vlak. Vanuit ieder punt van die vijfhoek teken ik nou die andere vijf blokken, zeg maar. Maar omdat die aan de buitenkant van de bal zitten, zie je alleen maar net niet de onderkant daarvan. Dan pak ik weer mijn fijnlijnen en dan ga ik die vlakjes dus inkleuren. Dus alles wat zwart moet worden, kan ik gewoon ook echt zwart daarin tekenen. Trek die lijntjes nog even na. Dus die komen vanuit dat middelste vijfhoek. Oké. Dan kun je beginnen met kleuren. En het kleuren moet je even kijken, want misschien ben je fan van een bepaalde voetbalclub die bepaalde kleuren hebben, dus dan kun je die kleuren gebruiken natuurlijk. Ik hou deze een beetje in het midden, zo gewoon bijvoorbeeld als Oranje gaat spelen. Vind ik altijd erg leuk. Ik ga altijd kijken als Oranje moet spelen, op de EK of op de WK. Dus ik heb gekozen voor een oranje G. En dan die andere letters doe ik dan de Nederlandse vlag. Dus eerst trek je lijnen. Dus dan weet je precies waar tussen je dan het rood en het blauw. Wit hoef je dan niet in te kleuren natuurlijk. Maar dat je dan rood-wit-blauw krijgt. Dus ik pak hier mijn rode kleurpotlood. En dan teken ik dus de bovenkant van de vlag als het ware in die letters. De onderkant doe ik met blauw. Dus precies tot die lijntjes die je al had getrokken. De letters zelf doe ik ook nog even extra met zwart een beetje schaduw geven. Puur dus eigenlijk aan de onderkant van die graffiti-lijn, zullen we maar zeggen. En ook om die voetbal heen doe ik een beetje zwart zetten. En ook onder in die bal zelf en dan een beetje uitsmeren. Dus dan krijg je zo'n gaaf 3D-effect. Hier zie je het einde van de grasmat. Dat is dus onze horizon. Dan pak ik mijn groene kleurpotlood. En dan kleur ik dus die grasmat in. Simpelweg met dat groene potlood, maar dan wel om die doelpalen heen. Want die moeten dus natuurlijk wit blijven. Beetje schaduweffect. En voor de lucht gebruik ik blauw. Maar dan moet je wel even goed opletten. Dat je dus ook weer om die doelpalen heen inkleurt. Die moeten dus wit blijven. En ook niet door de letters heen kleuren. Maar dus net tussendoor. Om het extra te laten spetteren, kun je nog eens een beetje met extra geel langs die uitroeptekenachtige lijnen intekenen. En ook een klein beetje achter het woordje goal zelf. En als je nou wil dat die palen een beetje rond lijken, dan zet je op het midden van die paal een klein beetje grijze schaduw. Nou, teken hier ook nog even wat grasjes erin. Altijd leuk. En een beetje schaduwen erin of wat je maar wil. Maar dan staat er dus echt wel een spetterend doel met het woord goal daarin. En een echte voetbal. Nou ja, zo goed als ik hem kon tekenen in ieder geval.
Nou, ik hoop dat jullie hem ook gaan proberen. Het is geen makkelijke. Vooral met die letters en zo, maar hij knalt er wel uit. Nou, vond je deze video leuk? Geef hem dan een duim omhoog en deel het met je vrienden. Vergeet je niet te abonneren. En tot ziens in de volgende tekenles. Groetjes van Lieneke.